Ma io ho bisogno di andare. Vandaag hielden 819 winkeliers eraan de oproep te tonen wat en wie winkeliers en Avibo zijn. Hartelijke dank voor jullie aanwezigheid, echte winkeliers. Winnaar en nationaal kampioen volgen Joshua van Vierhoek met 933 staan. Goedemiddag, ik ben Luc Vio, afkomstig uit Langemarkpoekkapelle. Ik ben aangesloten bij de Koninklijke Vijverbotvink, West-Rozenbeke. En ben hier vandaag in Kuurne voor kampioenschap ingezetten, Belgisch kampioenschap ingezetten. Die ik vandaag gelukkig gehouden heb met 933 liedjes de eerste plaats behaald heb. Dat is een vink die 3 jaar oud is nu, dat is een gekweekte vink natuurlijk. Verleden 2 weken terug ben ik West-Vlaams kampioen geworden met die vink ook, in Roeselare. En nu Belgisch kampioen. Het is een vink die 3 jaar oud is. Die vink zingt normaal boven tussen de 800 en 900 liedjes. Hij heeft al 2 maal boven de 900 gegaan en gelukkig vandaag ook. Meer dan 45 jaar terug ben ik daar al mee begonnen. En dat is gewoon, ja, dat is inzap gegroeid. En ja, altijd maar gaan zetten. En nu, ja, kijk, dat is nu wel top van mijn carrière. Dat heb ik natuurlijk veel wedstrijden gewonnen. Ook met een vorige vink heb ik ook 93 eerste plaatsen bereikt ook. Gewone vinkenzetting dan natuurlijk, maar op grote kampioenschappen, ja, dat is al wat moeilijker. En daar ben ik nu vandaag toch wel in geslaagd. Natuurlijk moet je het geluk, natuurlijk moet je de dag mee hebben ook. Dat is in de koers ook zo, je moet een goede dag hebben voor die rit te winnen en standaard altijd niet. Maar het is toch een vink die heel goed zingt natuurlijk en heel regelmatig is ook. Ja, een constante vink. Ja, het is een constante vink, ja. Je is nog maar 3 jaar oud, dus. Mijn vorige vink die ook die 93 heeft de plaats bereikt, is 14,5 jaar gekomen, dat zeer uitzonderlijk is voor een vink. Dus ik hoop dat hij ook die leeftijd bereikt.